Dit is de eerste opdracht voor de infragroep voor het maken van een tekening in AutoCAD. De tekening, zoals je hem nu op het filmpje ziet hier, zo moet die worden. Het ziet er misschien indrukwekkend uit, maar het is eigenlijk niet meer dan het kopiëren van allemaal losse steentjes en trottoirbanden. Dit is het voorbeeld zoals het eindresultaat moet worden en dit kunnen we downloaden vanaf It's Learning. Als je inlogt via de website van school, ga je naar de ELO, naar It's Learning. Als je het niet kunt vinden, dan kun je ook nog hier bij gaan naar Bouw 4 en dan krijg je deze pagina. Hier hebben we een geel vakje met Infra AutoCAD met hier het voorbeeld, zoals je net zag, en hier de tekening die je moet openen in AutoCAD. Als je AutoCAD opent en je downloadt deze tekening, dan kunnen we gaan tekenen. En krijgen we hier dit als beginscherm. Eerst even wat korte uitleg over AutoCAD. Je hebt een tekenvel en dat is oneindig groot. Je kunt dus ook helemaal inzoomen door te draaien aan je muiswieltje. En je kunt ook helemaal weer uitzoomen door terug te draaien. Je kunt door het muiswieltje in te drukken met een handje zo verschuiven. En als je soms ingezoomd bent en je weet niet meer waar je heen moet, waar je tekening is, druk je hier op top en komt alles wat je getekend hebt weer in beeld te staan. Goed, we zoomen weer wat in. Als eerste kijk ik naar het voorbeeld. En als eerste ga ik de trottoirbanden hier binnen de gele lijnen erin kopiëren. Dat doen we als volgt. Je pakt hier de trottoirband en met copy kun je de trottoirband selecteren. Door op enter te drukken bevestig je het en vraagt hij waar wil je hem oppakken. Het is handig om hem hier precies op een hoekpunt te pakken, want dat is makkelijk als je hem hierheen wilt kopiëren en je alle banden netjes achter elkaar passend wil maken. Hieronder steekt de trottoirband uit. Die moeten we nog even afknippen. Dat doen we hier met trim. We selecteren de hele hoek. Druk op enter. En je kunt het gedeelte wat je weg wil hebben, kun je weghalen stuk voor stuk. Zo. Nu moeten we de trottoirband nog een keer kopiëren. En ik zet hem nu even hier neer. Want ik wil hem een kwartslag draaien. Dat doen we met rotate. Selecteren weer de trottoirband. Pak een punt waarop je hem wil draaien. En we draaien hem zo 90 graden. En ook nu kopiëren we de trottoirband weer. En zetten we hem in de hoek. Daar. Nu kun je dat verder zelf afmaken. Wees er ook slim in. Bijvoorbeeld door hier dit hoekje af te knippen, als eerste te doen. Dit stukje halen we even weg. Door dit gewoon te selecteren en op delete te drukken. Want ik kan ook kopiëren van deze drie dingen tegelijk. Dan pak ik hem hier op de hoek en zetten we hem hier onderin neer. En door op Escape te drukken verlaat je dit commando. Nu alleen nog hier aan de binnenkant. Die ga je nu zelf doen. En daarvoor kijken we goed naar het voorbeeld. Zoals het hier getekend is. Succes ermee. En we gaan zo verder met stap 2. Ik heb deze er nu hier ingeplakt. Maar hier moeten we nog even wat goed knippen. Let erop ook dat je alles goed, echt goed in de hoekjes neerzet. Want je gaat heel snel een verschuiving krijgen. Dus deze moet echt die gele lijn raken. Nu hier moet je langs afknippen. En daar is het nodig om even een hulplijn te tekenen. Dus hier nog een extra lijntje. En langs deze lijn gaan we alles weer knippen. En we halen die weg. Druk op enter. Deze haal ik weg. En deze
Twee trottoirbanden halen we ook weg. Vervolgens gaan we al die tegels, al deze tegels, kopiëren. En het is verstandig om dat zo slim mogelijk te doen. Een goede tekenaar is wat dat betreft ook een beetje een luie tekenaar. Dus ik selecteer die tegel met copy. Ik pak hem hier op de bovenhoek. En we kopiëren hem achter elkaar. Nu heb ik 3 keer de tegel gekopieerd. Druk op enter. En door weer op enter te drukken herhalen we het kopieercommando. En nu selecteer ik deze 3 tegels, want dan kan ik 3 tegels tegelijk kopiëren. Ik moet even kijken of ik ver genoeg ben. En zo hebben we de eerste rij van de tegels getekend. Ik ben waarschijnlijk al iets te ver gegaan, te veel gekopieerd, dat geeft niks. Kijk hier, ik zit al te ver, dus de laatste 3 kunnen zelfs weg. Die delete ik weer. En door deze hele rij nu te kopiëren, kunnen we weer gaan kopiëren. Deze pakken we weer hier in het midden op en ik ga nu naar het midden van deze tegel, midpoint. En hier, deze plaatsen we hier weer naar beneden. Midpoint. En hier, niet klikken. Je trekt hem zo naar rechts en dan komt hij daar precies op het goede moment te staan. Als je dat midpoint er niet bij hebt staan, dat kan heel goed, dan ga je hier onderin naar Object Snap Tracking, rechtermuisknop, Settings. En controleer even of je deze instellingen precies zo hebt zoals ik ze hier heb staan. Goed, je kunt nu heel makkelijk door weer al deze lijnen weer verder te kopiëren, heel snel het hele veld vol krijgen met tegels, net zoals in het voorbeeld staat gegeven. Succes ermee! En zometeen tekenen we nog de grotere tegels aan de rechterkant. Zo hebben we het hele veld erin getekend. Nu tekenen we nog even een hulplijn van hier van de hoek naar haaks hierboven. Let goed op dat het haaks is hier. Ja, dat je hier precies dat haakse hoekje hebt. Dat doen we ook langs de onderkant. Ik teken een lijn van daar precies haaks. En nu is het enige wat we nog hoeven te doen, zijn hier en hierboven de stoeptegels te tekenen. En die tekenen we hier met een polylijn. Je gaat naar een willekeurig punt hier zo naast. Je sleept je muis naar rechts en typt 300 in. En drukt op enter. Als ik daarop inzoom, zie je dat ik nu een lijn heb van 300 mm. We gaan met de muis naar boven. 300. Enter. De muis naar links. 300. Enter. Oh, nu ga ik scheef. Als je scheef bent gegaan, geeft niks. Druk je even op Ctrl Z. En dan ga je Ctrl Z op je toetsenbord. Dan maak je het laatste commando ongedaan. 300. Enter. En ik maak hem zo dicht. Deze stoeptegel kun je ook weer kopiëren. En die kun je hier in de hoek zetten. En hier. En hier. En die andere laag, die kun je natuurlijk weer hier in het midden zetten. Zo. Vervolgens selecteer je weer de 2. Oh, kijk, hier ben ik alweer misgegaan. Geeft niks, maar als je mis bent gegaan, dan klik je op Move. Selecteren we deze stenen in zijn geheel. Want ik moet hem niet op dat puntje hebben, maar daar precies tegen de dingen aan. Dan komt hij ook hier mooi weer uit. Met Copy kopiëren we deze lagen. En ik zet die precies hier. En precies daar. Het enige wat we nog hoeven te doen is met trim die lijn te selecteren. Eigenlijk hoef je dus alleen maar de lijn te selecteren waar langs je wil knippen. En deze
halen we weg. En ook hieronder teken je de stoeptegels zoals in het voorbeeld. En als je dit af hebt, sla je nogmaals de tekening goed op. Zorg dat je hem opslaat op je eigen documenten. Niet zomaar opslaan. Save as. En dan ga je naar mijn documenten en geef je hem een naam. En dan kun je hem laten zien aan de leraar. Heel veel succes met de afronding. En we gaan de volgende keer verder met een tweede, iets moeilijker tekening.